Liggen, ja, volgende keer nadenken. Wie is het? Yo. Hola. Hallo? Meneer, mag je handen omhoog doen? En links voor jou tegen de muur plaatsen. Dat zal ik zeker doen. Handen op de muur plaatsen. Links van jou. Naast de trap. Sta ik goed zo? Ja, prima. Ja, top. Wat is de reden van deze geweld? Wat heb ik gedaan, meneer? Ik word ook aangehouden. Hé, hey, jongens, had hij haar of niet? Of was hij kaal? Wat? Was kaal? Oké. Okay. Ja, meneer, wie bent u? Aangenaam, Mohamed Ali. Kickboxer. Mohamed, oké. Okay. Wat betreft Mohamed Ali. Ja, wilt u mijn ID zien? Ik pak hem even uit de broekzak. Ja, pakt u maar. Is hem niet, heren? Maar meneer, mag ik vragen wat de reden is van... Ja, wij hadden een achtervolging met iemand op een BF-400. Ja? Die had geschoten. Het was exact dezelfde motor en had, nu ik het zo zie, iets andere kleding aan als u. Oh, het spijt me. Nee, ik kan er natuurlijk niks aan doen, maar... Nee, ja, jullie ook niet. Alleen, is er misschien schadevergoeding mogelijk, aangezien mijn emotionele schade heel veel pijn doet? Hey, waar loopt u heen, meneer? Nee, meneer, is niet mogelijk. Is niet mogelijk? Ik heb trauma's. Hallo, heren. Heren. Uiteens. Hey, meneer. Besef sorry, toch wel dat niet lukken, meneer. Er stond een carbonrifle op mijn hoofd. Ik heb kinderen, ik heb een familie. Ik heb je niet geraakt, meneer. Meneer, krijg je geen vergoeding? Geen vergoeding, meneer. En wie zijn jullie twee dan? Yo, man. Hallo? Wie zijn jullie? Nee, ik zoek speurtocht, man. Speurtocht? Ja. Dan ben je bij het verkeerde adres, neefje. Rustig. Nee. Ja. Ik werd zomaar aangepakt daar zo, neef. Want ineens DSI, of hoe noem je dat? Dienst speciale interventies. Dienst speciale interventies, of zoiets is een DSI. In ieder geval iemand van de politie. Ik was Discord aan het openen. Ik had niet eens door dat er gewoon twee mensen achter me stonden, hè. Yo, wat hier? Wat is hier? Hij heeft vraagd. En die linker jongen met die panto is een streamsniper. Hele dag komt hij langs me. Ga hem even aanspreken. Ja bro, wat is er? Zeg het maar. Hé, hey, kan je een wapen voor me regelen? Hoe moet ik een wapen voor jou regelen? Ja, gewoon wapen kopen ergens en aan me geven. Dan geef ik je geld. Hoeveel geld heb je? Hoeveel geld heb ik nu bij me? Hoeveel geld heb je op je pas, op je zak, alles? Op mijn pas, ja, 30k zoiets. Denk je dat je voor 30k een wapen in deze stad kan kopen? Natuurlijk, ja, ik kan voor 5000 ook een wapen halen. Ja? Wat voor wapen? 5000 kan je die bleek halen, man. Oh, je hebt het over een mesje. Ik dacht gewoon een gun. Oh, nee. Gun kost 2 ton. Hey, voor 7,5k kan ik een mesje voor je fixen. Hé, hey, mag ik je een nummer? Ik ga je dan zo... Hey, stap uit. Alsjeblieft, ik heb hem gedeeld. Moet je even bij je contacten kijken. Alsjeblieft, man. Rustig aan. Kill die stream sniper, nee, joh. Rustig. Ik heb je wel. Rustig. Hey. Wacht. Hij rijdt zomaar weg. Dit is een stream sniper en ik heb het al... Ik ga hem meteen aanspreken. Hele dag is hij bij mij. Wacht. Scot hem gewoon. Als nee, ik ga hem niet scotten. Hé, hey, bro. Stap eens even uit. Als een man. Kijk, luister. Ik ga eerst naar een wapenwinkel. Stap eens uit als een man, bro. Hey, rustig. Jala. Hele dag mijn stream snijpen, bro. Hey, rustig. Deze man gaat niet van me afkomen, bro. Hij gaat de hele dag gebotst worden, bro. Je gaat karma krijgen. Die auto van hem gaat kapot. Ik heb je gezegd. Die auto van hem gaat lijp kapot. Holla. Die auto van hem... Ja, mij ga je niet kwijtraken ook, hè, bro. Hij denkt dat hij me kwijt gaat raken, bro. Mij ga je zeker niet kwijtraken. Goedendag, meneer. Goeiedag. En je vertelt, hoeveel pijn heeft u nog aan schaal van 1 op 10? Hoeveel pijn? Yes. 1. 1. Nou, oké, okay, top. Het gaat heel goed met mij, alleen ik had even wat weinig water gedronken, waardoor ik viel. Oh, een droge keel bedoelt u? Ja, een droge keel. Hé, hey, hij rijdt weg, waar gaat hij heen? Meneer! Oh, zie ik hem te pakken. Nou, we gaan proberen om recht te staan, meneer. Ja, is goed, dat kan hoor. 3. Nou, 1, 2, 3. Ja, top. Helemaal top, meneer. Gaat zo verder lukken? Het gaat zeker lukken. Ik wil u bedanken voor uw snelle komst. Nou, top. Werk ze nog, hè? Ik moet die jongen halen. Yes, you. Ik ga Soef bellen en ik ga die jongen halen, bro. Als ik hem toch tegenkom, hij is sowieso hier naar rechts gegaan. Ik ga Soef even bellen. Soef en Badrari, ik weet niet of ze dingen hebben, bro. Maar we gaan die man klappen, jongen, als we die man tegenkomen. Hallo? Hey, Soef. Yo, fucker. Bro, ik heb je nodig, man. Er is een geikie die ik dood wil hebben, bro. Wallah? Ik wil hem gewoon op zijn knieën hebben en dat hij gewoon zijn bek dicht houdt, gewoon. Kan. Als je eventjes hebt, wie is het precies? Weet je het van nog wie? Het is een bodycam sniper, maar alsnog doet hij gewoon... Hij heeft mij, zeg maar, net mijn... Bijna mijn leven gekost, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Hij moest ambulance mij omhoog helpen en zo. Ik had heel veel pijn door hem. Maar hij heeft jou gewoon flink geïrriteerd hier in de stad, of niet? Heel veel. Komt goed. Ik bel zo over terug. Eén van ons is namelijk net neergegaan. Ik moet eventjes ambufixen hier zo. Oké, is goed. Als je met een wapen kan komen in ieder geval, dan kunnen we hem in ieder geval meenemen. Komt goed. Yo, ik wacht op je belletje. Ik zoek hem in de tussentijd. Hoe ga ik die man ooit vinden? Ik ga gewoon echt een rondje rijden. Hey, Soef. Yo, neef, ik heb je net gebeld, man. Volgens mij was je druk of zo, maar Shantan, we zijn nu beschikbaar, man, voor jou. Ja, toch? Alleen ik kan hem niet meer vinden, man. Je kan hem niet meer vinden? Bro, ik ben echt op zoek naar hem, maar volgens mij speelt hij verstoppertje of zo, man. Ik laat je weten als ik hem vind, man. Oh ja, toch, laat me weten, joh. Zij dit? Was een chickie.
misschien is die zeker niet mens. Dat zou best kunnen, man. Ik ga hem gewoon op Blokkenpark blijven. Zeg maar, Blokkenpark is zeg maar de locatie. Nee! Ik leef nog. Ik leef nog. Ik leef nog. Ik drukte per ongeluk op F. Ik leef nog. Kan je niet kijken? Kan je niet kijken? Wat lach je nou? Sukkel. Ik heb zo'n motor. Holla, sukkel dat hij is. Ik heb zo'n motor. Wel dom dat ik mijn eigen motor daar heb laten liggen. I don't care. Ik heb zo'n motor. Sukkel dat hij is. Die man lacht me nog uit. Abdi bro. Ik doe man met Ali bro. Deze motor gaat wel tering snel. Oh, dit. Haha. Kijk. Ze hebben allebei mijn motor. Maar in ieder geval, ik heb een nieuwe motor. Deze motor is veel sneller. Kijk. We gaan zien. Kijk hoe snel deze gaat. Pakamo. Yo, wie is dit? Ik heb jou toen geholpen met die wiet. Gee, soldaat bro. Zie je die jongen die je net achterop had? Hij was mij aan het uitlachen, dus ik heb zijn motor gestolen waar ik nu op zit. Jij rijdt nu op mijn motor, hè? Ja, dus als je deze op slot zet, kunnen ze deze ook niet pakken. Ja, maar jij hebt hem nu, dus jij mag hem wel hebben van mij. Uit, is goed. Hij rust gaan, ja? Fuck up, boys. Hallo. Wat zei je? Kan je geen auto rijden of zo? Bro, je bek. What the karma, bro. Stretch game. Nee, no. Alleen water. What the bam, bam. Liggen, ja, volgende keer nadenken. Ain't got no holes on me. I'll be quick to run up, let it pop that just for OMB. Rest in peace, the super eight apart that was the old me. Goofy got shot right up in his top. His brother told on me. Kleine jongen, volgende keer beter luisteren. Jij moet luisteren. Weet je wat ik ook ga doen? Nee, ik ga helemaal geen ambulance bellen. Je hebt hem toch gekregen. Bro, Mohamed Ali, besef je die? Bro, kickboxer ter alle tijden, neef. Maar ligt dead daar. Bro, kan je mij een lift geven? Nou, waar? Ziekenhuis, neef. Ik heb een beetje pijn toch, maar het was niks. Ah, stap in. Oh, dit voelt goed, man, neef. Hij had nog een grote bek toen hij me op de grond had. SSM, mij Jagger. Luister, kan je me naar impound brengen? Welke? Hierboven? Ja, toch? Ah, je fuck. Hé, hey, boys, er waren mensen die zeiden van, je moet geen boksbeugel halen. Nee, boksbeugel? Ik dacht, je was helemaal laag, bro. En sta je taal op, sta je die item. Bro, zal ik je wat zeggen, neefie? Ik was daar zo. Ik had zijn motor gestolen. Ik had hem van zijn motor afgetrapt. Ik had zijn motor gestolen. Eindstand. Ik was zijn gezicht vergeten, dus hij komt naast me staan, maar ik weet niet wie dat is. Eindstand is zijn motor. Bro. Ha. Hij komt, hij trapt mij van die ding af. Ik geef hem een stoot. Daarna, ik spring toch, maar hij trapt mij terwijl ik spring. Dus ik lig laag op de grond. Man, geef hem nog een 5 klappen. Ik was bijna dood. Bro, ik sta op, ik pak mijn boksbeugel. Bam, 1 stoot, laag. Hoe je metalen hoofd heb je, bro. Zeker, man. S.O. Nijo, rustig aan, ja. Ah, man ligt nog steeds daar dead op. Die man is vast. Meneer van de ambulance. Blauw ogen en een dikke kaak. Zal ik je wat zeggen? Deze man heb ik dead opgeslagen. Ik heb hem knock-out geslagen. Hij deed biggie, dus... Luister, ik kan u eerlijk vertellen, gewoon uit mijn ervaring, bro. Meneer heeft een boksbeugel tegen zijn kop gehad. Maar hij heeft hem geslagen. Bro, ik heb hem op zijn kaak, op zijn oog, op zijn... Ja, ik vraag om welke reden hij hem geslagen. Om welke reden? Ja. Ik was op mijn motor hier zo aan het rijden. Zeg, hij stopt lieve lijfjes. Kijk, die discussie even achter die handen gaan voeren, zo heb ik tenminste kan denken. Ja, kom maar. Nee. Wel trots op, of niet? Zeker, bro. Ken je mijn naam niet? Nee, ik ken mijn naam niet. Mohamed Ali, kickboxer. Ken je die niet? Ik ben ervaren, bro. Geen idee, ja, hoor. Maar dat is inderdaad wel een maatje van mij, man. Echt? Ja. Oh, maar... Dus hoe gaan we het oplossen? Wil je daar wat tegen doen, dan? Nou ja, eigenlijk wel, ja. En dat is? Kan je goed kickboxen? Nou ja, je kan mij gewoon een geldbedrag geven of zo. Dan, geldbedrag? Ja, broer. Ben je gek in je hoofd of zo? Geld praten, vriend. Nee, ben je gek of zo? Nee. Maar die man moet toch geholpen de amber. Dat kost allemaal geld, hè? Ja, prima. Maar bro, we gaan niet betalen. Wie ben jij? Wat is je naam? Ben Kees, meneer. Jouw naam kan ik al niet serieus nemen. Kees? Ja, Kees. Kees Kabit. Ja, jouw mattie heeft een nieuw gebit nodig, bro. Dat weet ik wel. Ja, kom, ga even met de paard. Ga even mee? Ja, zeker, man. Zeker. Hé, bro, hoe is het? Kak. Ja, pijnlijke kak, hè, bro. Oh. Ja, ik ben ook net langs het ziekenhuis geweest. Ik moest ook kosten betalen, omdat jij mij ook een paar goede pompers hebt gegeven. U lag eerst op de grond. Ja, en toen stond ik op en toen heb ik je gewoon teruggeslagen. Bro, nee, ik ben een kickboxer. Is die motor nog... Dat is het vak van, risico van het vak, toch? Dat je neemt. Weet ik het. Maar het meeste van u had geluk, dat ga ik wel zeggen. Ja, goed gevecht in ieder geval. Ja. Fijne dag. Nee. U had geluk met andere dingen, bedoel ik. Nogmaals een goede dag. Anders had 9 mm. Word je nog gestoot met je 9 mm? Let een beetje op je woorden, hè. Wacht. Hey, weet je wel, dicht wiet, hè? Nee? Bro, hoor je Mattie? Hij zegt 9 mm. Ja, boer. Hoor je dat? Dat is toch een bedreiging, of niet dan? Oh, dus dat is een bedreiging? Ja, is die motor? Is dat een bedreiging? Hé, jongen. Is dat een bedreiging? Rennen als een dagoe. Rennen, bro. Handen. Hey.
Zo, is het nog niet? Nee. Wat zo'n girl dood? Ze fokken hier zo met Mohammed Ali, bro. Kickboxer in deze stad, bro. Hij gaat ook laag op de grond, bro. Man heeft een paar ijzeren stoten gehad op zijn hoofd. Hij weet niet met wie die fokt. Hij weet niet wie dat is. Hij ligt ook laag als een dagoe op de grond, bro. Even serieus. Einstein, die man denkt nog, weet je wel met wie je fokt? Man trekt een kleine shank, bro. Die man had al 7 stoten. Nou, niet eens 7. Hij had in ieder geval 3 stoten op zijn kaak gekregen. En hij denkt nog, ja, laat me mijn mes pakken. Dan gaat hij stoppen. Bro, op een koude boksbeugel. Tuurlijk ga je dood na een paar klappen. Dan kan je niet eens een shank pakken, bro. Die guy heeft je geappt. Even kijken. Oh, hij belt me. Yo. Yo. Bro, waar ben je? Bij wapenwinkel ben ik, man, nu. Wapenwinkel? Ja, toch. Ammunition, oké, ik zie je daar, ja? Ja, toch. Blijf daar. Niet vluchten, hè? Ja, en nee, vluchten, zeker niet. Duidelijk. Portal stilte, boys. Fuck aan F. Soef, fuck aan G. Yo, fuck bro, ik heb veel te vertellen, man. Nu, bro, die guy met die panto. Ik heb hem gevonden. Weet je waar die is? Waar? Ik heb zijn nummer. Hij begint te zeggen dat hij wapenwinkel is. Ja, toch? Hij moet de derde zijn die down gaat, bro. Bro, even één ding. Ja. Ik heb een beetje slecht nieuws. Want een van die guys die jij hebt neergetikt... Ja. Is lid van een van de grootste gangs, man. En boeit het mij dat? Het ding is, jij gaat nu heel veel mensen achter je aan krijgen met 9 mm. Nogmaals, boeit mij dat? Bro. Deze man is strijder, blijft schijt aan iedereen. Ik ben kickboxer, bro. Die mannen... Oh, Allah, is hij dat? Nee, die is van ons, die is van ons. Ik wil bijna meteen doorrijden, man. Oh, dit. Zo, wat was de planning? De planning is, hij gaat nu met die guy afspreken bij Emination. En dan, als we die guy zien... Jij moet ons green light geven. Als dat die guy is, dan poelen we hem gewoon die wakker. Ja, maar ik ben bang als ik daar naar binnen ga, dat hij meteen die shank op me trekt, toch? Maar nee, zeg buiten praten. En begin te pakken een sigaret of zo, een staf, om een groen licht te geven. Hij staat buiten, man. Krijg ik net horen. Ready, boys? Als we die guy hebben, dan rijden we gewoon naar vliegveld toe. Dan zetten we hem gewoon in die vliegtuig. Duidelijk, doen we. Alex heeft Schiphol toch ook heli? Ja, we gaan zo Schiphol. We gaan gewoon Schiphol. Als zijn die wagen. Oké. Poef. Het wordt spannend. We gaan een jongen lopen ontvoeren op Riding Biggie vandaag. Die man gaat mee. Die man gaat dead up. Waar staat hij? Wat gebeurt hier? Handen, wat is jouw naam? Hand in de lucht. Ik hoor hem niet praten, by the way. Jawel, ik ben hier ook. Hoi, dat is die guy die we moeten hebben, man. Hey, meneer, wegwezen hier. Meneer, je mag ook op je knieën gaan zitten. Ga maar op je knieën zitten. Kijk waar die guys zijn. Hou die schot. Hou ons schot. Hij heeft geen communicatie meer. Stap maar in die oranje auto daar. Stap maar naast me in. Goed, man. Heeft iemand de touwbouw? Ja, kofferbak. Ah, ik had al zoiets zien aankomen. Ik vertrouwde het niet. Die stream sniper heeft me genaaid. Zo? Soef heeft me achtergelaten. Nee. Geen stress. Hey, wie zit achter in die auto? Uitstop. Nog steeds heb ik 2 boys van zo'n knock-out geslagen. Hè? Dus ik heb sowieso mijn imago staat nog steeds hoog. Hallo, deze ammunition van Impound. Mijn imago is nog steeds hoog. Ik heb nog steeds 2 maanden. Anus. Ik heb gewoon een getpack. Ik word gewoon gepakt. Boys, laten we onthouden. Er is 2 politie online. Dat zie je rechts in beeld. We mogen niks met wapens doen. Stap maar uit. Nog steeds een grote pack wanneer ik een spiegel staan. Stap maar uit. Ja, ga hier maar zitten. Hier, waar ik sta. Mag ik zitten hier zo? Ja, hier. Op je knieën. Ga maar zitten als dat dag goed. Zo. Toch heerlijk. Hebben jullie ook thee of koffie of zo? Thee of koffie. Je gaat gewoon zwijgen, ja. Hoezo? Je gaat niet bij de hand doen, ja. Anders eindigt hier. Nee, maar dik op. Ken je ons nog? Dik op. Wie moet ik kennen dan? Ja, mij en die meneer. Oh, die 2 sukkels die ik m'n koud heb geslagen. Oh, sukkels. Ja, weet je, ga je zijn jullie die jongens zeg maar die ik m'n koud heb geslagen? Ja. Jullie kunnen het waarschijnlijk alleen oplossen met wapens dus. Kom met vuisten en dan moet je praten, ja? Klopt. Maar kijk, het is zo makkelijk. Nee, met vuisten hebben we niet gewonnen, dus we doen met wapens. Nou, ik praat wel even tegen deze aap. Kijk, je bent hem aan het bleren als een gorilla, hè? Hoezo een aap? Ondertussen ben jij hier degene die de knieën ziet of niet? Mag ik vragen waarom je mijn aap noemt? Ziet toch aan het kapsel of niet? Maar volgens mij is dat aap wel een gevoelig dingetje. Want hij werd wel helemaal parat toen ik dat zei. Nee, ik vraag het alleen waarom je dat zegt, toch? Ik zeg toch om je kapsel, maar niet zo lijp gaat doen. Oké, dan. Ja, waarom denk je dat hier zit? Denk eens. Hij was helemaal tof aan het. Dat heb je toch net gezegd? Toen jou sloeg zoen. Ik heb waarschijnlijk 2 mensen van jullie nog koud geslagen. Misschien daarom. Ja, misschien daarom. En waar heb je nou dingen gedaan? Zeker. Maar liep er toevallig... Als ik terug omhoog open was door de ambu, was dat je toen te doen. Helemaal blij tegen mij. Je zat te zeggen tegen mij dat ik moest oppassen voor u. Je zei dat ik op
mijn taal moest letten. Volgens mij bent jij degene die op je taal gaat letten. Geef me nog een dreigement ook nog en nog sla je mij dan nog af. Ja, bro, maar logisch toch? Je moet je mannetje staan. Ja, maar kijk eens hoe je nu erbij zit, vriend. Ja, het is eigen schuld, hè? Is toch logisch? Is toch logisch? Zou jij niet gaan zitten als je 1, 2, 3 wapens op je had? Zou je niet gaan zitten? Tuurlijk wel. Oké, dan moet je niet zeggen hoe ik hierbij zit. Logisch dat ik hierbij zit, toch of niet? Hé, maar ga je mond houden, ja? Hé, maar je vraagt me toch wat? Logisch dat ik antwoord geef. Ga op je hartstikke letten. Ja, hé, pas op. Ik heb deze man al lang geschoten. Jullie hebben echt te veel. Ik vind het wel knap. Ik vind het wel knap dat je nog kan praten met die dikke kaak van je. Lekker bij de hand doen, bro. Ik heb mijn mannetje gestaan. Ik heb gevochten. Je bent wel een beetje boos, hè? Ja, hij is een beetje boos. Volgens mij zijn jullie de vier jongens die boos zijn en met vier wapens hier zo staan. Ik sta hier zeg maar te lachen en te praten. Ik kan niet tegen mijn vlies meer, helaas. Maar ga je nog schieten of durf je nee, niet? Nee, we gaan jou extra lang hier laten schieten. Of wil je dat we schieten? Hey, doe mij eens even dat wapje, dan regel ik dat nu. Weet je wat je mag doen? Nee, maar wacht. Je mag eventjes je excuus aanbieden. Luister, ik wil niet dat je schiet. Maar ik zie wel dat jullie met wapens staan. Zeg maar, zijn dat speelgoedwapens dan? Of? Ja, ze zijn speelgoedwapens, man. Nou, oké, dat kan best. Moet ik eens een testschotje doen? Of zo. Doe eens even een testschot. Nee, die nakko niet schiet hem drie ballen. Als je een testschot gaat doen, ga je gaat die gelijk in. Doe een testschot. Schiet even tegen die muur. Schiet even tegen... Got a navy on the phone. He asking for some walk. Got some bitches in my home.